bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Ja, zo ben je druk bezig met de brandweerinstallatie en zo ben je de antwoordjes van je vlogjes aan het antwoorden. Vertel eventjes, je hebt weer een aantal accounten die iemand vandaag toevallig zonder de reacties open. Ja. Ja. Dus vandaag konden... Komen allemaal reacties? Nou, ja, ik zou zeggen, beantwoord ze mij even. Superleuk, superleuke video. Het is, ik zou wel een klein mannetje bij mijn twee konijntjes willen. Ik weet zelf hoe ik ze moet koppelen. Alleen dan moet ik mijn ouders nog overbrengen. Oké, ja, nou dat nou ja, oké. Wat moet ik? Ja, dat moet je zelf weten. Lastig, hè? Ja, ik weet het. Ouders? Ja. Waar gaat je ouders? Moet ik dan een paar? Ja, daar. Hop. Oké. Volgende. Wat staat daar? Zijn ze op moederdag geboren? Anders zijn ze even oud als mijn konijntjes. Nee, dat zijn ze niet. Nee. De week ervoor was toch volgens mij? Ja. Ja, ze zien de vlog toch? Week voordag. Nee, week daarvoor dacht ik. Hi, schattige konijntjes. Mijn konijntjes is laatst ook bevallen. Ah, leuk. Oh, leuk. Gefeliciteerd. Doei. Wat schrijf je nou op? Gefeliciteerd. Nou, dat staat op de link wel. Oh. Gefeliciteerd. Ja, oké. Okay. RD. RD, zo hoor. Ja, top. Gaat het al beter met de vissen? Ja, het gaat heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Zo. Ik heb ook babykonijntjes. Oh, leuk. Oh, leuk. Lief zijn ze. Oh, het zijn er meer dan ik toch. Lief zijn ze, hè? Ja. Hoi. Dat is de geboorte. Als de moeder zich geluid geeft, dat is ze heel erg boos. Als je gelijk aan ze zit, aan de moeder, ze niet meer verzorgen. Dat hebben we ook niet gedaan. Een paar dagen daarna. Pas. Oh, hij heeft het niet gedaan. Oké. Okay. dat hebben we ook niet gedaan. Is gedaan. Een paar dagen daarna pas. Oké. Okay. Ja. Waar kan je de konijntjes reserveren? Dan moet je een Laten we even vragen. E-mail. 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 Oh, ik dacht, oké. Okay. E-mail naar plus. Sturen. Ja. Want dan kan ik er niet langs komen. Ze zijn zo schattig. Als het aan mij lag, had ik ze allemaal willen hebben. Ik wil ze ook houden. Maar het zijn er echt wat te veel. Ja. Ja. Dit klopt niet. Houden. Ja, heel goed. Nou ja, zo zien ze dus tegelijkertijd dat je zelf de reacties geeft. Ja, yes. Dit keer toevallig staan die reacties open. Ja, dat is wel Afgelopen leuk. Weken stond dat steeds dicht.
Ja, ik weet dat niet, vind ik best wel jammer. Ja, is ook heel jammer. Ik weet ook niet waarom YouTube... Ja, ik weet wel waarom YouTube het heeft gedaan. Maar in dit geval kunnen we eventjes jullie zelf antwoorden. Ja, en zie je ook wel heel leuk. Dat jij het zelf doet. Ja, want ik vind het superleuk om te beantwoorden. Ja. Ik heb het al best wel vaak gedaan. Eigenlijk ja, voordat het uit dichtgegooid is. Ja. Ja, alleen helaas wordt het nu dichtgegooid. En soms is dat nog iets bij die andere, de tweede tabblad bovenin? Te beoordelen? Nee, hoger? Nee, oh. Daar ja. Wacht, die is 0. En daarnaast, daar staat ook nog eentje. Ja. Wat schattig, die jonge konijntjes goed. Die moet eerst goedkeuren. Ja, dus wacht tot dat vinkje. Ja, het gaat heel snel, Matthijs. Ja, ik heb staan. Ja, dan kun je het nu doen. En dan moet je waarschijnlijk nu naar de pagina naast. En dan kun je daar kun je antwoorden. Wat schattig, die jonge konijntjes. Ja, dat vind ik ook zo lief. Zo. Ja, dat vind ik ook zo lief. Oké, heb ik. En het laatste blad ook niks? Die? Ja. Nee, die is leeg, daar ben je bij. Nou, super. Hey, ja, goed beantwoord allemaal. Gedaan. Lekker gedaan. Ja, het was echt super leuk om te doen. Ik vind het sowieso altijd leuk. Je vindt het altijd leuk. Ja. Ik kom even hier kijken, want ik word allemaal gegeel. Wat is er dan? Oh, yes! Ik kan mijn paard kopen. Maar we moeten hem daar nog even allemaal aanzetten, want dan kan iedereen meekijken. Alright, de opname staat aan. En, wat is er gebeurd? Zoe heeft een tinker gevonden. Ik heb mijn tinker gevonden. Je denkt, wat is een tinker? Ik wilde heel graag een mooi paard. Want ik was natuurlijk een klein beetje jaloers op haar mooie paard. En ik had natuurlijk mijn startpaard, dat ook goed is. Maar ik had een heel mooi paard gezien. Andere reden daar ook op rond. En toen dacht ik, oh, die zou ik wel willen hebben. Dus ik had Google even gekeken en toen kwam ik uit bij dit paard. Ik zal je even laten zien. Dit is trouwens haar account. Ja, ik ben nu op mijn account ingelogd. Kijk, dit is hem. Dit is het prachtigste. Ik moet nog wel een mooie naam voor hem verzinnen. Dat wordt ook nog een uitdaging. Ja. Maar dit vind ik zo mooi. En, maar als ik even erop druk, dan kunnen jullie zien, het gaat over een Irish kop. En een tinker is een andere soort naam. Hij heeft meerdere namen. En de meesten kennen hem als tinker en de andere onder Irish kop enzovoorts. Het lijkt een beetje op het paard van Bobbelie, want dit is een Clydesdale. Deze hier, Clydesdale staat het. En dat heb ik. Die heb jij. Dus het lijkt er een beetje op, alleen deze... En ik denk dat hij ook dezelfde bewegingen gaat maken. En hij heeft hetzelfde soort haar. En ik denk dat hij ook hetzelfde soort zadel heeft nodig heb. Maar in ieder geval, 850 punten is best wel veel. Voor een level 1 paard. Dus ik moet helemaal van vooraf aan beginnen. Maar ja, ik vind hem wel erg mooi. Dus ik zeg... Dus ik ga... 1, 2... We kunnen niet meer terug, hè? Nee, ik loop. Oh, komt hoor. 1, 2, 3. Koop een paard. Oh, ik moet gelijk een naam verzinnen. Even kijken hoor. Dus Apple Baby. Kan je iets met Tinker doen? Is het een Tinker? Ik weet niet. Even kijken. Oh, dit is zo spannend. Welke naam zou ik kiezen? En als ik weer genoeg geld heb, ga ik misschien die linker kopen. Die daarnaast staat. Ja. As die vind ik ook Thorn, Tiger, Tiny Trail, Twilight. Twinkle. Little Star. Twinkle Beauty, Twinkie Belle, Twinkie Thorn, Twinkie. Oh, Twinkie Candy, Twinkie. Nee, dat is geen karamel. Dat had jij kunnen doen, karamelkleur. Twinkle. Oh, moeilijk. Twinkle Dream. Dreamer stond er ook, hè? Twinkle Dreamer, Twinkle Dust. Twinkle Eye. Twinkle nou, ik begrijp hieruit al dat jullie erover maken. Dus. Ja, ik zet hem even. Twinkle. Ja, maar mijn thuisstal zit in Moorland, hè? Kijk, weg! Oh, waar ik nu sta, is die weg? Paardentaxi. Ja. Paardentaxi, we gaan gelijk kijken. Oh, ik moet even op mijn paard gaan zitten, denk ik. Nee, hoeft niet. Nee? Hé, kijk, dat is ook een mooie tinker. Ja, er zijn meer. Ze hebben er drie. Dat is de echte tinker. Ze hebben een lichte. Ja. Of die ga ik kopen. En een karamelkleur en dan een zwart-witte. Ik ga die kopen. Die lichte? Ja, die vind ik wel echt super mooi. Je kan gewoon paardentaxi nu al bellen, hè? Ik wil eerst op mijn paard. Ik ben bang dat mijn paard kwijtraakt. Nee, dat heb ik al eerder genomen. Oké. Hier, paardentaxi. Bel paardentaxi. Oeh, daar gaan we. Het is echt spannend. Oh, dan ga ik gauw naar mijn stal. Spannend, hè? Spannend. Ik vind het ook wel spannend. Heel spannend. Zijn we misschien nog wel spannender dan ik? Misschien wel, ja. Oké. Dit is met zo'n hangnek. Ja, die vind ik niet.
Oh, bijna mijn hoofd gestoten. Even kijken, waar zou hij zijn? Wacht, ga je hier naartoe kijken? Hij staat naast die ambtenaar. Daar. Oh. Wacht, dan moet ik eerst even deze eruit doen natuurlijk. Ik kan gewoon afstappen, ik zag vast. Hij loopt vast. Nee. Ja, ik zit gewoon tegen het hekje. Ja, dat weet ik. Aan de raam. Ik ga gewoon af. Zo, hij trilt helemaal, joh. Hij is een beetje bang voor het hekje. Nu kan je afstappen, hè? Ja, dat probeer ik. Kan je ook. Oh, ik loop gewoon een beetje door het hekje heen. Ja. Maar je gaat nu eerst naar je andere paard. Ja, hoe kom ik daar? Ik ben een beetje weg kwijt altijd. Oké, waar is het hekje? Oh, daar is het hekje. Oh, is die groot, hè? Dan moet je even daarop klikken. Hier? Ja. Uiterlijk. Je hebt wel minder snelheid. 5, 3, 1, 1. Ja, maar dit moet allemaal nog groeien, hè? Ja, ik geloof. Hier ben ik mee begonnen. 4, 2, 0, 0, 1. En de rest moet je allemaal bijvinden. Kijk hoe groot die is. Oh, kijk nou, ik zit erop. Ik zit erop zonder zadel. Ja, dat kan gewoon. Kijk eens hoe groot die is. Ja. Volgens mij is het net zo groot als die van mij. Oh. Waar sta jij nu? Ik sta er niet, hè. Ja, maar waar ben jij nu? Wat bedoel je? Waar heb je net je spel afgesloten? Ver weg van hier. Oké. Okay. Ver weg is dan. Ga even lopen. In het bos. Oh ja. Eten is klaar. Ja. Attentie, zie je het. Eten is klaar. Oh, kijk nou. Maakt niet uit. Ga even in draf. Dat ziet er heel mooi uit. Het is gelijk een hele dierenbende hier. Nou, ik zie het. Oh, zo lekker zacht. Hé, je hebt je trek. Gaat helemaal aan mijn broek zitten knaag. Nou, morgen weer wegen. Ja, morgen gaan we weer. Morgen weer controle doen, hokken schoonmaken. Ja, dat moet zeker weten weer gebeuren. Ja. Ja, goed hier. Ja. Er ligt nog steeds een beetje gras. Maar dat eten ze wel op, denk ik. Oké. Nou, zo blijft het. Morgen gaan we op pad. Gaan we nog even twee vissen voor Dave vangen. Ja, dat wordt nog een hele klus. Bij Mr. Chang. Ja, dat wordt nog een hele klus. Ja, ja, goed zo. Dus ik ben heel benieuwd. Hé, hey, kom eens terug. Ja, teruglopen. Ik kom weer terug. Ja, goed zo. Maar ja, het wordt ook nog een hele grote klus om dat helemaal te regelen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat worden. Okay. Yeah. Nou, even, je gaat naar bed toe. Ja. In ieder geval, ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En ik zie je morgen. Tot morgen. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!